Imke, op de Olympische Spelen in Tokio, maar geen Nederlands shirtje aan, zie ik. Nee, ik heb mijn Japanse shirt aan. Hè. Ja, ik ben hier voor Team Japan en niet voor Team NL. Dus ik draag met trots de Japanse vlag. Vertel, in welke functie ben je hier? Ik ben privé-trainer van Kazuki Sado. Die al, al 4 jaar bij mij traint en woont. Die heeft gisteren ook al gereden. Dus onze spelen zitten er al een heel eind op. Hoe ging het gisteren? Het was lichtelijk onder niveau. We hadden er een andere voorstelling van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ludwig was fit en ik had ook het gevoel dat Kazuki eigenlijk wel de goede focus had. Maar net voordat we de ring in gingen, in de 10 minuten ring, toen was het even ook een soort van chaos. En ik denk van, als dit maar goed komt. En eenmaal in de ring, toen kwam er fout op fout op fout en was het gewoon echt niet goed genoeg. Dus wij waren wel heel erg teleurgesteld. Maar van de andere kant was ik ook mega trots. Want Kazuki was zijn allereerste speler. Er stond ongelooflijk veel druk op hem. Ook omdat het is zijn thuisterrein. Hij, normaal gesproken, als hij woont en werkt hij hier. Op dit terrein ook. En al zijn bazen waren er. Alle mede-stafleden die hier altijd werken waren er. Dus ja, er waren veel ogen op hem gericht. En ik denk ook dat de druk wel echt heel hoog was voor hem. Merkte je dat ook? Ja, als ik terugkijk naar de proef, denk ik wel dat invloed heeft gehad. Ik moet zeggen, door de week heen leek het heel erg mee te vallen. Maar goed, van de andere kant, ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen was ook blij. Ondanks dat de proef niet goed was, waren ook zijn bazen er gewoon super trots op hem dat hij zich überhaupt al gekwalificeerd had. Hij was de beste Japanner. En ik moet nu zeggen voor Japan, ik hoop dat de andere twee beter zijn. Want anders is het niet goed, zeg maar. Maar ik ben gewoon überhaupt al heel trots dat hij zich wist te kwalificeren. Klaar voor een gemene vraag? Gemene vraag? Ja, ben je klaar voor? Ik ben klaar voor een gemene vraag, ja hoor. Was dit een sneaky manier voor jou om toch op de Olympische Spelen te kunnen komen? Oh, dat is helemaal geen gemene vraag. Ja, tuurlijk was dit een manier om op de Olympische Spelen te kunnen komen. Ik heb al, ik denk dat dit nu mijn 5e Spelen zijn die ik van dichtbij meemaak. De allereerste keer dat ik het meemaakte was toen ik thuis zat en mijn moeder Olympische Spelen reed en ik het op televisie zag. Toen ik 7 was, maar de eerste keer dat ik echt mee was, ben ik als groom mee geweest aan de Olympische Spelen in Atlanta die mijn moeder toen reed. Nee, dat is helemaal niet waar. De Spelen daarvoor ben ik mee geweest als toerist. Toen reed mijn moeder in Barcelona, dus toen heb ik het ook al meegemaakt op een andere manier. Toen als groom, toen 2 keer zelf als ruiter en nu als coach. En het is elke keer anders en het is elke keer bijzonder. Dus ik denk, als je een topsporthart hebt, dan maakt het niet uit wat voor manier je erbij kunt zijn, maar dan wil je er toch wel altijd heel graag bij zijn. Is het nu al helemaal anders? Merk je dat? Ja, het is wel heel anders dan de Spelen die we meegemaakt hebben. Ik moet zeggen, is het fantastisch georganiseerd. Het ligt aan niks. Alles is goed verzorgd voor de paarden, zowel als voor de ruiters. Maar het is wel heel anders dat er geen publiek bij is. Dat is een enorm verschil. En natuurlijk met alle coronatesten die er gedaan moeten worden. Dat je de spanning wel voelt dat sporters niet uitvallen omdat ze positief testen. Het is wederom een hele andere speler dan alle andere die we al gehad hebben. Tot slot, wat vind je van de Nederlandse inbreng? Hoe vind je het gaan? Nou, ik moet zeggen dat wij ongelooflijk hard geklapt, gejuicht en gefloten hebben gisteren na de 2 proeven van Edward en Hans-Peter. Want ik denk dat ze voor dit moment gedaan hebben wat ze kunnen. En dat ze super mooie punten hebben gekregen. En natuurlijk hoop je dat het goed genoeg is om ook echt mee te doen straks. Hè. Vandaag zal blijken waar ze een beetje als team gaan eindigen. En voor Hans-Peter is het nog even spannend of dat hij direct door is. Of dat hij door is naar die individuele finale. Maar daar heb ik wel hele goede hoop in met zo'n proef en zo'n score. Dat wel goed uitkomt. Moet je nog gaan werken? Wij gaan vandaag alleen lichte training doen. Even kijken hoe Ludwig erbij staat. En dan komt het aanmoedigingsstuk weer. Dat we en de Japanners moet ik natuurlijk mee aanmoedigen. Maar zeer zeker ook Marlies vandaag nog. Dus dat is gewoon alleen maar heel erg leuk.